Ja, het was niet goed vandaag, denk ik. Ik denk dat onze verdediging echt misschien wat de beste wedstrijd van het seizoen heeft gespeeld. Echt iedereen achterin haalde zeker een 8 of een 9, denk ik. Elke duels werden gewonnen. En ja, als je dan een keer kan leunen op je verdediging, is dat echt heerlijk. En ja, dat het dan uiteindelijk 2-1 wordt, is dat denk ik alleen maar een beloning voor de verdediging. Het werd je na 5 minuten heel makkelijk gemaakt. Verklaar eens hoe dan ja, toch een langzaam steeds meer uit handen glipt. Ja, goed. Dat is voetbal, hè. Daar heb ik denk ik geen verklaring voor. Ja, is dat dan de druk die bij deze fase hoort? Het feit dat je toch de koppositie kan gaan grijpen? Nee, want wij spelen heel seizoen nog maar druk. Iedereen manoeuvreert ons in de favoriete rol. Ondanks dat VVV en Sparta en noem maar op dezelfde begroting hebben, denk ik. Dus wij spelen heel seizoen nog maar druk. En het komt de laatste weken gewoon goed uit. En ja, vandaag denk ik dat we gewoon lastig hadden. Maar uiteindelijk hebben we als mannen gespeeld. En uiteindelijk pak je 3 punten. Hoe moeilijk is de slotfase? Het is ook nu billen knijpen. Klopt, heel lastig. Je speelt met lange bal op die van mij. En je weet gewoon als spits zijn en als aanvaller zijn, er komt eigenlijk één moment. En ik dacht al dat het moment was geweest net na de 1-1. Toen ik wegdraaide en uit de draai wilde schieten en werd goed geblokt. Dus dan denk je, misschien was dat wel het moment, maar je blijft hopen. En uiteindelijk ja, is het mooi dat je een penalty kan versieren. Of ja, was wel verdiend. En dat Bruno weer geweldig binnenschiet. In de dying seconds. Goed, je bent koploper. Is er een ideaal moment om koploper te worden en is dat ja, dit moment? Ja, het is mooi dat we winnen, maar meerwaarde moet er ook niet aan hechten. We zijn nu koploper, maar het is nog lang niet gelopen. Over 2 dagen staat er weer een loodzware pot. Eindhoven uit. Dus dan moeten we staan. Weer vechten zoals vandaag. En als we dat kunnen opbrengen elke wedstrijd, dan zie ik het heel positief in.